Wat wij doen in decoratelier, zoals de naam het zegt, is decors maken, scenografie maken. De opdrachten die we krijgen van theaters, van dansvoorstellingen enzovoort, omzetten in ruimte maken. Alle keuzes die je maakt, alle inspiratie, alle vertrekpunten komen uit het gesprek met de anderen, met de regisseur of met de maker waarmee ik samenwerk. Ik zit altijd in dat gesprek met een heel duidelijk doel, wanneer kan het ruimte worden en liefst spannende ruimte. Ja. Ik en heel veel mensen met mij maken het onderscheid tussen binnen en buiten het theater niet meer zozeer. Maar ik denk dat de fysieke ruimte een begrip is dat onder druk staat. De stad, de samenleving als een gedeelde ruimte. Iets is dat enorm aan het veranderen is door, onder andere, vooral door internet, maar ook door globalisering enzovoort. En dat de fysieke ruimte die iemand inneemt, zoals wij hier nu met decoratelier een soort vierkante meters bestrijken, dat iets is dat hoe langer hoe meer politiek wordt. Veel jonge makers, als je dan kijkt naar het eilandtheater, of het theatereiland, veel jonge makers zich niet meer verbinden aan een fysieke plek. Maar wat betekent dat? Dat er steeds meer mensen nomadisch werk maken en van residentie naar residentie gaan. Een heel concreet ding dat er oplevert is dat veel mensen geen decor meer kunnen verantwoorden. Dat het niet zo slim is om voorstellingen met decor te maken, omdat je dan een hele infrastructuur nodig hebt. Dus oké, dan zit de scenograaf nu op deze moment met een grote interesse om met die jongeren of met mijn generatie te kunnen werken, dan denk ik dat ik heel dat beroep moet herzien. En daarom dat we hier zijn, omdat ik denk dat als er dan een plek is waar al die verschillende mensen elkaar zouden kunnen ontmoeten, is het misschien wel in dat decoratelier. Het feit dat het resultaat van de samenwerking, of dat het werk waarnaar gekeken wordt, gelezen wordt als het resultaat van een samenwerking, is voor mij super belangrijk. En ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe dat je zo'n plek kunt runnen zonder een organisatie te zijn. En het interesseert me hoe dat deze ruimte zich moet aanpassen aan al die verschillende gebruikers enzovoort. De economie is een te beladen woord en ik denk dat we dringend andere woorden nodig hebben voor de ruilhandel die samenwerkingen zijn.